Puur zat zich op twee spelers na volledig heeft vernieuwd, is dit seizoen een geduchte tegenstander. De eerste set is dan ook gelijk opgaan tot 17-17. Antwerpen kan het tempo van Puurs niet aanhouden en de bezoekers drukken door tot setwinst 20-25. Set 2 geeft ons hetzelfde spelbeeld als de eerste, alleen zijn de rollen nu omgedraaid. Bij 18-16 is het de thuisploeg die onder leiding van een steeds enthousiaste Batens de overhand neemt en de set binnenhaalt met 25-19. Aan het begin van set 3 drukt de thuisploeg door en komt snel op een 8-3 voorsprong. Maar de bezoekers laten zich niet naar de slagbank leiden. Ze komen terug en gaan op en over Antwerpen. 21-25 en een 1-2 achterstand voor de senioren. In set 4 zien we een strijdvaardiger Antwerpen dat de moe gestreden Puurs makkelijk de baas kan. Nu is het Ditlefsen die zijn ploeg op sleeptouw neemt. 25-12. Ook in set 5 komen de bezoekers er niet aan te pas. Antwerpen wint de set met 15-9 en de partij met 3-2. Een moeizame overwinning waarvan ex-puurspeler Herman meer had verwacht. Een mooie overwinning. Ik denk dat we het vechten zoals beesten. Dus 3-2 is wel knap, maar uiteindelijk geeft het me toch een beetje een wrang gevoel. En heb ik zoiets van, er zat meer in. We laten er een punt liggen. Maar ik denk dat we toch wel mogen tevreden zijn dat we de wedstrijd hebben toch kunnen kantelen terug. Na de achterstand en dan terug ons in de wedstrijd hebben geknokt. En dan uiteindelijk toch nog kunnen winnen. Het doet wel deugd.